Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie weer kijken naar deze nieuwe aflevering van Tasty Blue. De game waarin ik een goudvis ben die letterlijk en figuurlijk alles opeet wat hij ziet. Ik vind het een super leuk spel. De vorige keer zijn we geëindigd bij een level wat ik heel graag voor deze aflevering wou bewaren. Namelijk een level genaamd Release de Kraken. En voor de mensen die niet weten wat de kraken is, dat is geloof ik een soort van legende over een soort van mega octopus die in de oceaan leeft. En omdat ik dus die titel hoorde en ik echt dacht van wow, dat moet sowieso wel heel episch zijn, wou ik het graag bewaren voor deze aflevering. Dus jongens en meisjes, doe een dikke vette thumbs up op deze video als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wens ik jullie een hele hoop plezier met het kijken van deze nieuwe video. We gaan beginnen jongens. En zoals jullie kunnen zien zitten wij weer in de prachtig mooie oceaan. En we choppen letterlijk alles wat wij kunnen zien. Ik vraag me nu eigenlijk wel af waar dan zeg maar die kraken zou kunnen zijn. Want ik heb hem namelijk nog niet gezien. Oké, wat wij natuurlijk eerst moeten doen om weer een beetje in te komen, is wij moeten eerst alle minuscule kleine visjes opeten die wij hier zien. Wanneer we dan een stuk groot zijn geworden, kunnen we de grotere vissen opeten. En uiteindelijk natuurlijk ook al deze zeehonden en andere leuke verschijnselen die jullie hier in de mooie oceaan zien. Sowieso ben ik echt een poesie als het gaat om de oceaan. Ik zou er nooit zomaar in durven springen. Gewoon puur om het feit dat ik weet dat er zoveel rare, fucked up dingen in leven. Je weet maar nooit. Voor hetzelfde ben je aan het zwemmen en voel je in één keer iets bij je benen en dan weet je gewoon niet wat het is. En ja, ik weet het niet. Ik vind dat gewoon zo'n raar gevoel op een of andere manier. Dat je gewoon niet weet wat er onder je zwemt of wat er onder je plaatsvindt. Dat ik gewoon sowieso zwemmen. Ik vind zwemmen niks, man. Ik weet het niet. Ik weet dat een hele hoop mensen nu zullen denken: wat? Zwemmen is gewoon het leukste wat er bestaat. Waarom zou je zwemmen niet leuk vinden? Omdat ik geboren ben zonder vinnen. Daarom denk ik. Dat zou denk ik voor mij de grootste reden. Als ik geboren zou zijn met vinnen, dan hoorde ik het schijnbaar leuk te vinden. Maar je weet toch, ik ben gemaakt voor het vasteland. Ik ben niet gemaakt voor de zee. Totdat ik een keer op een cruiseschip ga chillen. Kijk, dan ben ik wel gemaakt voor de zee natuurlijk. Maar nee, nu niet. Nu ben ik niet gemaakt voor de zee. Oké. We zijn lekker bezig jongens. We kunnen jammer genoeg de zeehonden nog niet opchappen. Maar dat gaan we zo meteen waarschijnlijk wel kunnen. Alleen ik moet zeggen jongens. Ik vraag me nu alsnog een beetje af waarom dit level dus te maken had met de kraken. Oftewel die legende van dat grote ding. Want ja, ik heb tot nu toe nog niet echt iets gezien waarvan ik denk van hey, dat kan daar nog wel eens mee te maken hebben. Misschien dat we zo meteen in één keer een super grote octopus of inktvis zien. Kijk, dat zou maar zo kunnen natuurlijk. Maar dat, ja, dat spreekt voor zich jongens. Dat zal dan vanzelf wel te zien zijn, I guess. Oké, even kijken. Oh, daar zijn er een aantal. Nice, chop die dingen. Chop die dingen. Nice, daar is er nog eentje. Hoppakeetje. En daar is er nog één. Oh, pak hem. Yes, en daar. Nice, en daar. Nice. Ik ben echt een fucking kermis of een circusattractie. Kijk dan, ik maak elke keer salto's in de lucht om een nieuw beest op te eten. Ik ben gewoon al een meter, hè. Oh my god, ik kan nu bijna alles eten wat ik hier zie. Kijk maar. Ik kan die eten. Ik kan letterlijk alles eten. Kan ik de persoon al eten? Ja, ik kan zelfs de persoon eten. Nou, jongens. Oh my god, dat was mijn Bluetooth speaker. Waarom schrok ik me daarvan dood? Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik denk dat het moment inmiddels wel bijna is aangebroken dat wij, oh my god, kijk, nu worden we heel groot. Nu worden we heel groot, jongens. Kijk, zeg maar wanneer je toch, oh my god, een haai. Nee. Oh shit. Oh shit, oké, jongens, oké. Shit is getting serious right now. Shit is getting pretty fucking serious right now. Oké, er is dus nu op dit moment een haai die ook achter ons aan zit. Oh fuck. Oh fuck. Oh, die haai kan niet met ons mee. Lekker voor je haai. Oh nee, er is er nog één. Oh my god, en ik maar denken dat ik die haai te slim af was. Jump. Oh shit, ik moet die haai zo direct echt kunnen opchappen. Echt haaien jongens, ik vind dat enge rare beesten man. Ik hou er ook echt totaal niet van. Tenminste, misschien haaien vinden soep. Dat is soep van haaien jongens. Thumbs up voor soep van haaien, nee ook niet man. Dat ook niet, maar ik vind het gewoon geen leuke beesten. I don't know, ik vind ze fucking eng. Er zijn ook gewoon echt mensen die durven dan zeg maar in zo'n kooi te gaan. Je weet toch, in zo'n, hoe noem je dat ook alweer? In zo'n onderwaterkooi, terwijl er fucking grote haaien om je. Ja, ik kan hem opeten, yes, ik kan de haaien opeten. Ik kom je halen, mijn vriend. Ik kom je halen, mijn vriend. Waar ben je? Daar ben je, lekker voor je. Ik heb je gechapt, bro. Ik heb je gechapt, oké. In ieder geval, ja, er zijn dus mensen die gaan dan in zo'n kooi, weet je wel. En dan komen er allemaal fucking grote witte haaien omheen dansen. Dat is echt iets, jongens. Ik zou dat echt niet doen. Ik zou dat never durven doen. Stel voor, er zit een schroefje of een ander scharniertje los. Dan ben je de lul, hè. Ik ga niet eens veel praten. Dan ben je automatisch de lul. Oké, we worden nu al echt heel groot. We kunnen nu letterlijk gewoon haaien opeten. Oh my lord. Oké. We zijn lekker bezig. Moet je nagaan. Dit lijken hele kleine fishes, right? Maar dit zijn fucking grote haaien. Besef die shit. Oké, nice. We chappen al die haaien. En dan hoop ik dat ik zo meteen zelfs die lelijke, rare, hoe noem je dat? Oh shit, ik word aangevallen door de helikopter. Zodat ik ook die andere dingen kan eten. Die walvissen. Oh my god, kijk hoe fucking veel haaien hier zitten, jongens. Oké, ik denk dat we zo meteen wel echt walvissen kunnen gaan eten. We zijn namelijk al zee. Oh ja, nice, we kunnen de vliegtuigen eten. Oh yeah, bitch. Oh yeah, bitch. En de vuurtoren. Ja hoor. Dat vind ik leuk. Dat vind ik fantastisch. Ja, nog een lekker helikoptertje of een vliegtuigje voor mij. Oh, we kunnen ze ook eten hoor, de walvissen. Yes, jongens. Oké, we did it.
We pretty much killed it. We kunnen namelijk op dit moment ook de walvissen eten. Hoe vet is dat? Hoe leuk is het dat je boy Dutch Schuber op een walvissen dieet is en dus alleen nog maar walvissen eet? Kun je walvissen eten? Ja, tuurlijk kun je walvissen eten. Wat is dat voor een domme vraag? Oké, we worden nu al heel groot en er komen steeds engere beesten bij. Oh nee, daar is de kraken! Daar is dat rare beest! Stel voor we kunnen die opeten. Weet je wat voor beest we dan zijn? Even no joke. Oh my god. Maar voordat we die kunnen opeten, moeten we waarschijnlijk eerst gewoon gehele boten en shit opeten. Kom hier, boot. Oh my god. De kraken die eet hele bootjes. Of bootjes. Dat zijn tering grote boden. Hoe noem je dat? Boden? Boten. Waarom zeg ik nou weer boden? What the fuck? Oké, oh, er is hier ook één, jongens. Dat zijn er twee. Eigenlijk hoort er maar één te bestaan, want het is een legende over één beest. Dus waarom er nu twee zijn, dat weet ik niet. Maar nevertheless, kunnen we hem al choppen? Nee, we kunnen hem nog niet choppen, jongens. We zullen nog even geduld moeten hebben. Nou, we eten in ieder geval lekker een paar stukjes walvis, want zo doen we dat. We zijn op het welbekende walvissen dieet. Hoppakeetje, lekker hoor. Zo, zou ik die boter zo direct al kunnen opeten? Kom op, laat me er langs. Ja hoor, lekker bezig. Oh shit, ik wil hem opeten, dat beest toch? Maar ja, ik weet niet man, ik ben nog niet machtig en sterk genoeg. Ik zal me nog even iets meer moeten voorbereiden. Misschien dat er hier nog wat dingen zijn die je kan choppen. Nice, lekker hoor, lekker stukje haai, lekker stukje walvis, helemaal prima. Dan gaan we deze kant weer op. Oh ja, dit zijn de grootste dingen denk ik die er nog zijn. Of nou, de grootste, daarvan ga je het meest vol zitten, van die helikopters. Oké, nou, zou ik hem al kunnen opeten jongens? Ja, ik kan hem opeten! Ik kan de kraken opeten, kan ik dan geen boten nog opeten? Jawel toch? Of moet ik daar nog even mee wachten? Ik wil ook die boten kunnen opeten, dat is fucking grappig. Waarom kan dat niet? Ik wil boten, jongens. Ik wil boten eten. Ik wil super graag boten eten. Kan dat nu? Ja, dat het nu wel kan. Nog steeds niet. Maar ik wil een boot eten. Dan voel ik me helemaal compleet. Ik bedoel, die kraken die heeft net die boot gegeten. En ik kan die kraken eten. Dus dan hoor ik eigenlijk ook een boten kunnen choppen, right? Nee, ik kan geen boot eten, jongens. Nou, wat een teleurstelling. Maar ik ben wel een beast, hoor. Ja, ik kan boot eten! Yes! Ik heb een boot opgegeten. What the fuck? Ik ben zo machtig en zo sterk dat ik gewoon boten kan eten, jongens. Besef die shit. Besef die freaking shit. De volgende. Moby Dick. What the fuck? Oké. Okay. Shit is pretty interesting. Interesting. Zeg ik dat nou serieus? Oh my god. Ben je fucking serieus? Hé, die kan ik never opeten. Besef dat even. Besef even dat ik die natuurlijk never ga kunnen opeten. Ja, oh my god. Oké, nu komen we in een soort van diep gedeelte van de oceaan terecht. Waar je gewoon niet moet fokken. Dat is gewoon echt de spot van die echte. Je weet toch, je hebt zeg maar, op school heb je dan bijvoorbeeld zo'n hal, weet je wel. Dan heb je de kluisjes waar de wat minder stoere guys staan. En dan heb je de kluisjes waar zeg maar de guys staan die jouw broodjes pakken en shit. Nou, dat zijn zeg maar deze walvis in dit spel. Holy fuck, daar wil je niet mee in de problemen komen. Ik zeg het je nu alvast. Daar wil je niet mee in de problemen komen. Holy freaking moly. Oké, hoe ga ik dit doen? Hoe de fuck ga ik dit doen? Ik probeer zoveel mogelijk te choppen. En dat lukt redelijk, to be honest. Kijk, we choppen die shit. We choppen die shit. We choppen die shit. Lekker hoor, lekker. Met een beetje zout. Nee, fuck zout, man. We hebben geen zout nodig, man. Oh shit, we worden nu heel groot. What the fuck? We kunnen nu zelfs deze beesten eten. We zijn 6,7 meter, jongens. Dat is echt fucking insane. Dat is echt letterlijk fucking... Oh, ja, lekker hoor. Stukje orka erbij. Stukje free willy. Geen stress. Oh, ik wil eigenlijk ook die kunnen eten, maar die is nog te groot. Oké, okay, rustig jongens. Je moet een beetje geduld hebben, man. Ik ben iemand, ik heb totaal geen geduld in het leven. Maar je weet toch, in dit spel moet ik een beetje leren geduld hebben. Als ik dat namelijk niet heb, dan kan ik ook niet winnen. Dan kan ik ook niet die hele grote vissen opeten, zoals die walvis die hier zwemt. Hoe de fuck ga ik die kunnen opeten? Ja, gewoon niet eigenlijk in eerste instantie. Tenzij ik natuurlijk een stuk groter word. Toch goed eten, jongens. Eet goed, word groot en kill iedereen. Nee hoor, dat is niet de boodschap die ik wil. Oh, als ik deze boot zou kunnen eten, uiteindelijk zou fucking gruwelijk zijn. Oké. Okay. Nice, chop het. Ik steel gewoon hun eten. Ja, ik kan ze eten, ik kan ze eten. Ik kan ze eten, ik kan ze eten. Lekker, oh my god. Ja, nu is het klaar, hè. Nu is het klaar, hè. Nu snappen jullie wel dat het klaar is, toch? We kunnen fucking hele walvissen opeten. Dan kunnen we waarschijnlijk zo direct ook die boten wel gaan opeten. Oh, dit is een hele grote. What the fuck? Dat is de Big Papa. Dat is de grootste van hun allemaal. What the fuck? Wat doet die hier? Oh shit, ik word nu wel echt... Oh, ik kan bootjes eten. Wat? Zijn bootjes serieus zo klein? What the fuck? Kijk dan, we kunnen gewoon op die boot terechtkomen en dan duiken we gewoon die boot naar de kloten. Holy shit, jongens. Chop die bootjes. Chop die boot. Ja hoor, lekker hoor, jongens. Ja, nu is het klaar, hè. Nu kunnen we eten wat we willen. Nu kunnen we eten wat we willen. Hoppakee. Bam. 103 meter, hè, Mattie. Zo doen we dat. Holy... 103 meter. What the fuck? Weet je hoe groot dat is? Dat is niet gezond meer, man. Dat is niet gezond meer. Tail of a goldfish. Let's go, man. Oh, what the fuck? Hey! Hè? Maar dit is juist waar we begonnen, right? Dit is onze beginspot. Wauw. Is dat onze droom of zo, dit? Dit is letterlijk het begin van het spel. Dat hebben we 2 afleveringen geleden gezien. Dat we, zeg maar, die dingen in die aquarium moesten choppen. Kijk maar. What the fuck? Dat is wel raar. Kan ik er al uit? Huh? Nee, ik kan er nog niet uit, jongens. Ik moet nog even geduld hebben. Oké, okay, ik wil eruit. Ik wil eruit als het kan. Ik wil eruit als het kan. Tenzij hier zometeen allemaal hele rare enge beesten in komen.
Oh, nice. Hey. Oh, we gaan nu weer terug. Oh, dus we zijn weer teruggegaan naar onze oude roots of zo. Want we waren in één keer weer back in de Physicon. Nou, nu zijn we weer buiten. Hè? Maar dit is gewoon letterlijk hetzelfde level wat we al eerder hebben gespeeld. Wat best wel raar is, want ik weet zeker dat ik die niet aanklikte, right? Misschien hoort het wel gewoon. Misschien moeten we gewoon even een kleine recap doen van wat we allemaal al hebben meegemaakt aan leuke dingetjes. Want dit was geloof ik het eerste level wat we speelden. Toen zei ik nog tegen jullie van wow, dat is wel een leuk spel. Dat je gewoon elke keer zeg maar groter kunt worden naarmate je meer eet. En nu zijn we daar weer. What the fuck? Dat is wel echt raar, man. Misschien dat dat hoort. Misschien is het een soort van, omdat we nu natuurlijk echt tegen de raarste, grootste beesten vechten, dat we ons weer even moeten herinneren waar we nou eigenlijk vandaan komen. Uit een vissenkom. Je weet toch? Dat is wel een beetje raar. Maar oké, het heette ook het sprookje van de goudvis, heette dit level. Dus misschien dat het daar ook echt helemaal om draait. I don't know. Oké, snel, alles eten. Ja hoor, nice. We kunnen nu de vissen eten. Lekker hoor. Lekker hoor. Nee, wacht, we gaan... Ik snap het al. Ja, kijk, we gaan door. We gaan zo direct alsnog hele grote vissen kunnen opeten. Eet alles wat je kan. Eet alles wat je kan. Oh, we kunnen het ook allemaal opeten. Lekker hoor. Lekker een stukje zeester. Lekker een stukje Patrick, jongens. Hey, zo doen we dat gewoon. Oh, we kunnen de meeuwen eten. Kijk hoe groot we zijn, jongens. What the fuck? Of nee, we zijn eigenlijk helemaal niet zo groot. We zijn maar 30 centimeter. We zijn eerder echt heel groot geweest. Toen we gewoon hele huizen konden opeten of zo. Wat was de vorige aflevering? Like, what the fuck? Kijk, dat is next level shit, jongens. Dat is echt letterlijk next level shit. Ik bedoel, als je fucking huizen kunt opeten als goudvis zijn, dan weet je dat je het wel een beetje geklaard hebt, man. Dan weet je wel dat je het een beetje geklaard hebt. Oh, waarschijnlijk gaan we nu alles nog een keer moeten spelen wat we al hebben gespeeld. Oh nee, ik zit vast. Stel, wie zou er vast zitten, zou gewoon de lul zijn. Hè? Ik ben een fucking goudvis. Hoe ga ik dat overleven? Oh nee, jongens, snel. Oké, okay, moet even groot worden, want ik wil namelijk, to be honest, wel heel graag die jayhoons kunnen opeten. Je weet toch? Die zeehonden. Oké, okay, jump. Nice. Oh nee, ik zit vast op een boot. Dat is niet goed als je een goudvis bent. Dan kun je nog wel eens doodgaan als je vast zit op een boot. Oké, okay, chop alles. Hoppakeetje, zo. Nice. Hop, spring. Spring, zeg ik. Oké, okay, nice. Hey, dit gaat lekker hoor, jongens. Dit gaat helemaal lekker hoor, jongens. We choppen alles wat we choppen kunnen. Kunnen we al die duiker eten? Nee, hè? Nee, we kunnen die duiker nog niet eten, jongens. We zullen nog een beetje geduld moeten hebben daarvoor. Maar we kunnen al wel al die meeuwen en shit eten. Dat betekent dat we waarschijnlijk zo direct ook de zeehonden kunnen eten. Ik weet nog niet of dat nu al kan. Ja, we kunnen de zeehonden eten. Lekker hoor, jongens. Lekker hoor, jongens. Een lekker stukje zeehond. Waarschijnlijk kunnen we dan zo direct ook die persoon al eten. Want als we al zeehonden kunnen eten. Ik bedoel, een persoon is niet echt veel kleiner of groter dan een zeehond. Dus het staat redelijk gelijk aan elkaar, you know. Dus dan moeten we waarschijnlijk die ook zo wel kunnen eten. Ja, kijk. Lekker. Ja, we kunnen de persoon eten. Ham. Yes. Oh my god. Nu wordt het spannend. Kunnen al die reddingsboeien kunnen we gaan eten. Lekker hoor, jongens. Oh my god. Oh nee, er komt een orka. Er komt een orka in het spel. Dat is niet zo leuk, jongens. Hé, hey, dat is niet zo veilig voor ons. Dat is een beetje fucked up zelfs. Oké, we choppen het gewoon allemaal. Let's go. Dit eten we. Nice. En die eten we. En die en die. Oh, we eten alles wat we eten kunnen, jongens. We eten alles wat we eten kunnen. Letterlijk alles wat we zien, dat eten we. Behalve de orka. Want ja, je weet toch, die is een beetje te groot voor ons op dit moment. Maar voor de rest eten we gewoon lekker alles. Let's go, let's go, let's go. Aan de kant, motherfucker. Zo, dit eten we, dit eten we, dit eten we. Dit eten we. Want we zijn een beast. We zijn een goldfish beast. Ik heb nog nooit zo'n grote beast gezien, man. We kunnen al bijna die orka eten. Let maar op. Nog niet, maar echt bijna, geloof me. Wanneer we nog een paar van die bootjes opeten. Ja man, we kunnen er nu echt bijna eten. We zijn bijna even groot als hem. Ik bedoel, moet je nagaan. Fucking een orka is een van de grootste beesten op aarde. En wij als fucking goudvissen kunnen hem gewoon gaan chappen zo direct. Ja, we kunnen hem eten. Oh nee, nog steeds niet. What the fuck? Oh my god, wat is dit allemaal? Oh ja, oh my god, we kunnen ze eten. En niet zo'n beetje ook. We eten er gelijk fucking 40 achter elkaar. Zo van, ja, dat is de payback voordat ik zo lang moest wachten om je te kunnen eten. Je weet toch? Lekker man, oké. Eet. Kunnen we... Oh, we kunnen ook de helikopters al eten. Jump. Oh my god. Oh my god, dit is insane. Dit is fucking insane. Kunnen we al de huizen eten en shit? Oké, we gaan zo direct huizen kunnen opeten, jongens. Besef die shit. Oh my god, what the fuck? Holy moly, dit is insane. Ja, we kunnen huizen eten, jongens. Let maar op. We kunnen echt huizen gaan eten nu. We kunnen huizen gaan eten nu. 3, 2, 1. Oh yeah. En cruiseschips. En ik wil ook die vuurtoren. Huh. Yes, oké. Hebben we ook. We hebben alles, man. We eten alles, man. We eten letterlijk alles wat we kunnen eten. Ik denk dat we nog niet heel veel meer moeten eten of dat we hebben gewonnen. Ik denk echt niet dat we heel veel meer moeten eten. Jump. Lekker, man. Ook eten. Eet het allemaal, motherfucker. Hoppakeetje. Oh, moet je nagaan. Zo'n vliegtuig is misschien wel 10 meter. Kijk, wij zijn momenteel 34 meter, jongens. Dat is een belachelijke grootte. Dat is echt letterlijk een belachelijke grootte. Oh, what the fuck? Holy shit. Oh, wat zijn dat? Oh, dat zijn... Oh my god, dat zijn echt... Holy shit, kijk, oh my god, ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Holy shit, kijk wat er achter ons aan zit.
dat zijn echt hele gevaarlijke dingen, jongens, die nu achter ons aanzitten. Even no joke. Dat zijn echt hele gevaarlijke fucking apparaten en shit. Als die nu al achter ons aanzitten, moet je nagaan hoe gevaarlijk we dan al wel niet zijn voor de mensheid. Het is op zich ook wel logisch, want we hebben zo'n beetje al 40.000 mensen opgegeten. Helikopters, vliegtuigen, nu zelfs die bommen. Oh my god, jongens, dit is zo insane. Kan ik die eten? Ja, ik kan nu letterlijk alles eten. Ik kan nu letterlijk alles eten, jongens. Ik zou het niet eens durven als militair. Ik zou liever gewoon in een oorlog meevechten in plaats van tegen zo'n goudvis als dit. Deze kon je gewoon levend opeten als je niet uitkijkt. Nice. Hebben we het gehaald? We hebben het denk ik bijna gehaald. Kan niet anders. Oh shit. Allemaal van mij. Allemaal. We zijn over de 100 meter. We did it. Woehoe. Wat staat er? Help. I offered the fish you sold me. Oh my god. Hij eet letterlijk alles. Holy shit. Hij eet alleen die man niet. Dat is wel aardig. Of nee, wat, ze zitten erin. Jawel, hij heeft die wel gegeten. Die man en dat meisje zitten erin. Oh shit. Nou ja. Volgende aflevering gaan we weer verder. Het was je boy, de tuber. Shout out aan jullie. Shout out aan de goudvis. En tot de volgende keer. Adios.